Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Ik ben net thuis aan het kijken en ondertussen ben ik brood aan het bakken. Mijn bril is echt constant vuil. Ik ben aan de slag gegaan met mijn paasdeco. Met een affiche ontworpen voor de zwerfvalactie en die ga ik dan vandaag of morgen aan mij uithangen. Ik ga hem niet echt super hard overal verspreiden en hyper aangezien dat het redelijk kortbij is wel. Ik ben ondertussen ook aan het denken van hoe wil ik mijn webshop meer in de kijker zetten. Dus daarover ga ik nog denken en ik ben ook aan het denken hoe ik mijn etalage nog passelijker krijg. Nee, dat is helemaal niet juist hoe ik het zeg. En hoe dat kindjes zich nog meer thuis kunnen voelen in de winkel. Vanaf deze morgen heb ik mijn klanten laten weten hoe het zit. In verband met mijn deeltijdswerken ook. Ten eerste omdat ik het handig vind om mensen het weten voordat de vlog online komt, want ik denk dat vanavond de vlog online komt met het nieuws. En ten tweede omdat ik jullie hulp nodig heb bij het uitzoeken van mijn openingsuren. Maar nu ga ik eerst verder andermans zaken kijken. We zijn heel wat lege appelsapflessen toegekomen, dus deze ga ik even uitspoelen, dat ook voor de zekerheid, want ik weet natuurlijk niet altijd of dat mensen ze zelf hebben uitgespoeld. En anders zitten die gewoon te schimmelen in een kelder. Vlag in het! Ik heb straks een afspraak bij de dokter, want ik heb nog twee beurten kiné en ja, mijn knie werkt nog altijd tegen, dus dat is niet voldoende. Een paar vitamines. Ik ben net bij de dokter gegaan, deze heeft mijn kiné verlengd met 9 beurten. En nu ben ik thuis. En ik ben vanavond redelijk alleen thuis, want mijn zus moet werken. Ik vind het wel leuk. En mijn zus heeft echt weer mijn broodjes afgewerkt, dus ik ga een keer kijken of ze er wel goed uitzien. Squishy! Dat was mijn spinazie vanaf mijn balkonnetje. Afgelopen zomer had ik spinazie en die spinazie is direct beginnen schieten omdat het veel te warm was voor spinazie. En een groot deel van de zaadjes heb ik verzameld, maar de andere zaadjes zijn nu terug uitgeplant. Dus nu heb ik een verse spinazie in mijn moestuinbak. En ik had een polletje gedaan op Instagram voor wanneer dat jullie het liefst komen winkelen. En een van de antwoorden die heel vaak terugkomt is maandag en dat is nu mijn sluitingsdag, dus de stof tot nadenken. We zijn weer opnieuw begonnen met de kampioenen en ik zit aan deze, het held of het veld. Typisch Vlaams kost, maar vegan. Dat was echt een goede investering. Normaal kan dat zo plakken hier tegen, maar bij mij plakt dat dus niet. Maar dat is zo handig om de afwasbak 's avonds te zien. We hebben onze hoekkast een klein beetje opgeruimd. Het ziet er nog altijd mega rommelig uit, maar ditzelfde papier is trouwens van mijn zus. Dat zou ik zelf niet kopen. Mooi, kan niet toe. Ik
Ik wil een paar van mijn planten echt al weken water geven, geen zeven. Dus nu ga ik dat doen. Ik vul altijd mijn afwasbak dan met een beetje water. En dan ga ik er poepjes in het water steken. Plantjes!